Jongens, deze opdracht is weer ongelooflijk. Het is een vieze opdracht. Zijn we er klaar voor? Bijna alle dingen die ze ooit hadden willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom werken de gierige gasten nu een lijst af met de dingen die ze absoluut niet willen doen voordat ze sterven. Maar per aflevering is slechts één iemand de lul, die getrokken zal worden door een random BN'er. De andere twee, die lachen toe. Dit is de Anti-Bucketlist. Yoga. Het werkt relaxend en je komt erdoor tot rust. Ze zeggen zelfs dat yoga de mind en body in balans brengt. Maar de anti-bucketlist opdracht van deze week is bedoeld om je volledig uit balans te brengen. Eén van jullie gaat namelijk een yogaklas volgen, terwijl diegene een flinke dosis laxeermiddel op heeft. Het is een vieze opdracht. Een hele smerige opdracht. Ik denk dat een kind deze heeft ingezonden. Ik denk dat het heel gênant kan zijn als jij inderdaad in je broek aan het poepen bent terwijl je een yogalesje klasje hebt. Oh, Glenn Helder. Oh god. Oh god. Foute boel. Die is goed met ballen, ja. Ja. En met gokken. Ballen. Ik zie jou straks buiten wel met je gokken. Jongens, deze opdracht is weer ongelooflijk. En zal ook moeten worden uitgevoerd. Jullie weten hoe de loting gaat? Zijn jullie er klaar voor? Yep, kom maar door. Laat mij hier gewoon goed vanaf komen. Ik vind de opdracht ranzig eigenlijk. Dit is helemaal niet leuk, joh. De verliezer van deze week is... Martijn! Yes. Ja, sorry Martijn, ze hebben me iets meer geld gegeven net. Ja, je hebt een balgevoel, heb je nog steeds. Heel goed. Nee, ik kan me wel voorstellen als jij gaat yoga met laxeermiddel dat er het een en ander gaat borrelen. Maar ja, ik heb ook nog nooit laxeermiddel gehad, dus ik laat het over me heen komen. Ik heb echt geen idee wat ik moet verwachten. Ik ben niet wel blij mee eigenlijk. Ik ook. En het ding ook is, kijk, Martijn heeft last van een spastische darm, zegt hij. Ja. Ja. Dus ja, ik weet niet hoe zo'n laxeermiddeltje, of misschien wel meerdere laxeermiddelen, gaan vallen bij onze lieve Martijn. We hebben een klein onderzoekje gedaan. Laxeermiddel blijkt pas te werken na 5 à 6 uur. Vandaar dat we Martijn gaan verrassen met een laxerend ontbijtje. Ja, en deze producten die werken al vrij laxerend aan zich, hè? Ja, dat klopt. Dus dat wordt één grote scheidpartij vanmiddag. Hij heeft er ook echt geen zin in. Hé, hey, strontjong! We zijn niet geïnteresseerd. Hey! Hallo. Kijk eens! Tijd voor de grote dag! Kijk eens. Even voor de duidelijkheid, jij hebt nog niet gepoept vandaag, ik toch? Ik heb nog niet gepoept vandaag. Okay. Ik ben net wakker, jongens. Heel goed. Nou, jullie hebben allemaal lekkers meegenomen. Vertel. Ja, nee, dit werkt allemaal al heel laxerend aan zich, maar we hebben natuurlijk ook extra hulpmiddelen ingebracht. Ja. Nou, het is niet mijn type ontbijt. Nee, doe mij maar een lekker getoast broodje met kaas of zo. Niet te veel, hè, jongens. Nee, gewoon een bekertje vol. Darm. Wat heb je? Gevoelige darmen. Ja, en wat houdt dat in? Het is een spastische darm, heet dat. Dus je bent overgevoelig voor laxeermiddel? Overgevoelig voor laxeermiddel, ja. Oh. Yes! Oh. Kijk eens, nee, 10 milliliter, grappie. 20, 25. Smerig kutprogramma. Hoppakee. Hoppa! Dus ik denk dat ik dit prima kan bieten. Ik denk dat ik prima 1,5 uur yoga in poepen kan houden. Martijn denkt dat hij dit aan kan en kan bieten? Ik hoop het voor hem. We waren niet klaar. Kijk eens. Serieus? Ja, dit is nog de enige die je moet hebben en dan zit je gebakken. Maar dit is een dubbele dosis. Dit is een dubbele dosis. Choke it. Choke it. Ja, Niels. Ja, kom, up. Ja, we hebben hier 2 doppen van gegeven. Wat is nou een normale dosis? 15 milliliter. Ja, dit gaat dus tot 30 en daar hebben we hem 2 van gegeven. Dus dat is 4 keer de hoeveelheid wat hij mocht hebben. Ja, hoe kun je hier een tactiek op verzinnen? Ik denk dat de tactiek is gewoon mijn kringspier zo dicht mogelijk aanspannen. Maar hou ik eruit. Nou, geniet van je ontbijtje, vriend. Oké. Over 3 uur begint de yoga. Fucking hard van genieten, dankjewel jongens. Wat komt er nu altijd? 3 hours later.
Hij zegt, het doet meer pijn dan ik moet poepen eigenlijk. Het is gewoon echt niet goed. Die gasten hebben me veel te veel gegeven. Ik kan mij niet eens normaal rechtop staan. Kanonnen. Oké. Zo. Joost, Martijn heeft het op dit moment heel erg moeilijk. Ja. Je gaat helemaal van de pijn buiten. Martijn staat op springen, gast. Ja. Ondertussen staan wij in de yoga-studio met Carla. Ja, hoi. Hoi, jij gaat de les zo meteen begeleiden. Klopt. Oké, wat voor dingen moet hij gaan doen? Hij kan verwachten dat we een redelijke intense oefeningen gaan doen. Een variatie tussen kracht, balans en conditie eigenlijk. Ja, want jij weet natuurlijk dat Martijn een dosis laxeermiddel in zijn lichaam heeft zitten. We zijn net, hij staat op springen, dat is ook echt zo. Jij weet ook van dat hier verborgen camera's zitten, maar je hebt natuurlijk zometeen een les. Mm-hmm. En jouw leerlingen weten natuurlijk van niks. Nee. Dus hij mag niet harde geluiden gaan maken, hij mag niet de les zomaar onderbreken om naar het toilet te gaan. Dat kan niet, toch? Nee dat kan niet. Het is wel de bedoeling dat hij gewoon op zijn matje blijft. Zet hem op, Carla. Dankjewel, je bent een topper, nu al. Leuk. Martijn, beste vriend, gaat niet zo goed, hè? Dus als ik dit doe, is het vervelend. Nee, dat zijn grappen, dieven. Nee, optieven. Ik heb een outfit voor je. Niet nu al beginnen, ik heb een outfit voor je. Het gaat echt heel slecht met hem. Maar wat voel je dan, maagkrampen? Ja, gozer, zo mijn maag in elkaar spat. Zieke krampen. Dus er moet iets uit? Ja, er moet iets uit, ja. Ik heb hier een outfit voor je. Wat is het nog? Typisch yoga-outfitje. Pik. Leg jij maar hier. Kunnen we nu met de les beginnen? Hardest worker in the room, dat ben jij toch? Dat ben ik sowieso. Oké, doe hem aan. Ja, lekker. Even omkleden. Okay, heel wit. Dus mocht er iets gebeuren, Martijn, dan zien we het allemaal. Wil je een beetje weten hoe dit ongeveer voelt? Je wilde me tik in de bal, hè? Ja, wel een beetje. Nou, ga even snel omkleden. Ik wist niet dat dit zo heftig was, ouwe. Het is gewoon alsof mijn buik vanuit binnen zichzelf aan het opblazen is. Oeh. Nee, het is echt niet oké, gast. Als je even heel snel omkleedt, gaan we die les beginnen. En dan gaan we gewoon kijken waar het schip strandt. Nou, ik denk dat we allemaal weten waar het schip gaat stranden, Niels. Je moet die les wel afmaken. Ja, gast, dat ga ik niet trekken. Nou ja, het duurt een uur. Dit is de anti-bucketlist, Martijn. Geen concessies. Dus ik zweet echt van alle kanten van mijn lichaam. Zo, dat ding ademt gelukkig heel chill. Wat is dit? Hardest worker in the room. Heb je het gevoel dat je in je broek... Ik heb het gevoel dat ik ga flauwvallen. Maar heb je het gevoel dat je in je Ik heb het gevoel dat ik ga flauwvallen. Niet poepen? Nee, het is gewoon mijn buik staat gewoon. Ik weet niet eens of ik kan kakken, het is gewoon... Kom, we gaan je begeleiden naar de yogastudio. Kijk, van yoga word je nou eenmaal af en toe een beetje licht in je hoofd, weet je? Dus dat hoort erbij. Gozer. Lukt die? Hij ontwijkt de camera. Hier is de wc, zometeen, Martijn. Daar kan je in. Ja, het was je niet gewoon erin. Ja, als jij niet oud bent gegaan en je moet poepen, dan laat ik je erin, dat snap je. Als je oud gaat, dan is het een ander verhaal. Sterkte, jongen. Martijn die ging backstage al helemaal van zijn stokje. Hallo. Hi. Wij zitten hier in de control room. Er staan twee camera's gericht op de yogasessie. We kunnen vanaf hier meekijken. Ja. En we staan ook in verbinding met Carla. Dus als wij iets willen toevoegen aan de sessie van Martijn, dan hoeven we alleen maar via de telefoon iets in Carla's oortje te zeggen. Carla, als je mij kunt horen, knik even. Hij ziet er niet okselfris uit. Carla, is het misschien mogelijk als Martijn het even voorkomt doen bij de groep? Martijn, ik zou graag de brandstof van die voor zou willen doen.
omhoog trekken op het gewicht. Je buik in, blijf je staan. Juist. Nu denk je dat linkerbeen echt strekt. Strek je linkerbeen. Juist. Perfect. Zeg maar tegen Martijn, lekker hè, even zo'n yoga-sessie. Fijn hè, zo'n yoga-sessie. Ja, echt, wat doen we met die jongen, ouwe? En open de armen. Moet hij nu ook zo gaan zitten als een soort bok? Oh, hij komt niet van de grond af. Ja, hij zit gewoon op de knie. Carla, Martijn doet de oefeningen niet helemaal goed mee. Martijn, niet van de mat af. Heel goed, nietje van de mat af. Laat je hoofd maar hangen, Martijn. Ontspan de armen. En het dichtste bij de mat kunt tegen op. Hij stopt ermee. Hij houdt het niet. Oh, hij gaat bijna kotsen. Hij gaat bijna kotsen. Ja, als het niet via de kont eruit komt. Dit vind ik zielig. Ja, als het, ja, dan komt het via een andere manier eruit. Dan komen we omhoog, nemen we de armen mee omhoog. En dan breng je de handen bij elkaar. Oh, arme Martijn. Oh, oh Marty. Oh, hij gaat over zijn baard. Hij gaat echt over zijn baard. Dit is veel heftiger dan ik dacht, Pik. Auwe, dit is zo heftig. Martijn, is dit de eerste keer dat jij yoga doet? Ja. Oké. Nou, een plankpositie om je heup iets naar beneden te brengen. Carla, ik denk dat Martijn het bijna niet meer uithoudt. Hebben we nog één hele heftige positie voor hem? Alsof hij echt veel stuk zou hebben. Ja. Even de poephouding. Knieën raken elkaar. Handen los van de knieën. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Laat de knieën maar dicht bij elkaar. Duw ze tegen. Uit. Oeh, Martijn, oude. Ja, hij gaat weer. Hij gaat weer. Als je even open doet, dan heb ik hier verschillende dingen voor je. Ja, als je wil omkleden? Ja. Dit is geluid, ouwe. Dit is geluid. Hé, hey, hoe ruikt het Rino? Dit is echt tot een plashumor van groep 3. Je mocht die hele yogazaal niet uit, toch? We hadden iets afgesproken, toch? Daar gaat het. Ja? Lukt dat op? Nee. Oké, neem je tijd. Scheid er allemaal uit, gast. Jezus, Jezus. Zo, ik heb me wel zwaar vergist in het laxeermiddel vandaag. Het duurde ook te lang. Ik zat al op knappen. Een uur voor de sessie. En, nou, waarschijnlijk heb je het gehoord, maar er was heel veel luchtvorming in mijn buik gaande. En er was geen mogelijkheid dat het eruit kwam. Ik merkte dat het naar boven kwam. Het was echt, op een gegeven moment in die zaal zat, dat af en toe gewoon even zwart werd voor mijn ogen. Dat was gewoon super gênant met die chicks naast je. Dat ene op een gegeven moment ook nog tijdens les. Gaat het wel? Nee. Dus... Ja, nee, ik ben heel blij dat ik niet daar die hele vloer onder heb gekakt. Ik weet dat Niels en Joost dat heel graag hadden gewild. Sorry jongens. Ik heb die spastische darm wel een beetje onderschat. Ik ook. Ik vond het op een gegeven moment zielig, want hij werd op een gegeven moment ook gewoon misselijk en shit. Ja, zijn hoofd stond echt op ontploffen. Ja, dat dan ook... hebben we het nog niet eens over zijn buik gehad. En je hoort het ook gewoon rommelen. Op een gegeven moment zit je naast hem, sta je naast hem en je hoort gewoon... Je maag zegt hele rare dingen gewoon. Ja, hij houdt het niet meer. Mijn week is goed, Joost. Ik vond het ook wel weer leuk. Ik heb eigenlijk wel weer zin in de volgende week. Ik ook.